Nou, dat is niet, bij ons is dat niet 's ochtends vroeg, Nee. bij haar helemaal niet. Je moet niet alles zeggen. Ik vind 's ochtends vroeg, als het zulk weer is, vind ik dat heerlijk. Maar ons moment van de dag is wel 's avonds, denk ik, hè? Ja, bij mij als ik thuis kom naar de paard, als ik naar het paard stink, dan loop ik gelijk naar de douche en dan ga ik douchen. Dat vind ik echt Ja, nou, ik ben heerlijk. sowieso een avondmens. Of ik nou nog achter de computer zit te werken, of als ik 's avonds op stal nog bezig ben, lesgeven. Of gewoon lekker inderdaad gedoucht en wel op de bank tv kijken. Ja. Maar we vinden ons werk ook leuk hoor. Ja, maar de avond is wel echt het moment van de dag. Ja, ik heb er eigenlijk twee. Dat was in eerste instantie Rubik Joule. Dat is gefokt door mijn moeder. Dat is natuurlijk heel speciaal. En daarna natuurlijk opgeleid door mijn vader. Mijn moeder is overleden toen ik nog vrij jong was. Dus dan heb je daar meteen een speciale band mee met zo'n paard. Maar dat was ook gewoon een heel bijzonder paard qua karakter. En een legende voor mij. En zijn eerste nakomeling was Hexagon's Allright. Dat is dan weer... Ja, een paard wat door mijn vader is gefokt uit Rubik Joule en een merrie die door mijn moeder is gefokt. Dus dat is een hele bijzondere samenkomst. Maar goed, die heeft mij over de hele wereld meegenomen en daar heb ik hele grote successen mee mogen beleven. WK's en EK's mee gereden, wereldbekerfinales. Dat is wel... Als ik een paard moet noemen, dan is dat alright. Maar ik vond zijn vader, Rubik Joule, ja, net zo bijzonder eigenlijk. Dus dat waren wel twee once in a lifetime paarden voor mij. En voor jou? Ja, mijn verhaal is wat korter. Ja, nou ja, ik heb nog niet zoveel paarden gehad eigenlijk. Ja, nee, ja, heel veel paard, ik denk, nu, jij bent nu bezig met een once in a lifetime paard. Ik bedoel, ja, dat is hero wel voor mij. Ja, en ik heb nog een paard gehad van mijn vader. En die heb ik dan vorig jaar verkocht, maar dat was, ja... Dat was echt jouw paardje. Dat was echt mijn eigen paardje en daar was ik heel gek op, maar niet dat ik daar heel veel mee gedaan heb. Nee, nou goed, kijk, met Hero is natuurlijk heel... Kijk, een once-in-a-lifetime paard geeft ook heel veel... Ja, de herinneringen met Hero, die draag je de rest van je leven bij je, want hij heeft je van B-dressuur naar Prince George gebracht. Ja. Dus ja, dat... En hopelijk nog verder. Maar er is geen paard die dat nog opnieuw kan doen. Nee. Dat is gewoon een bijzonder paard. Bijt, lunch of diner? Ja, diner. Ja, diner. Ja. Ja. Ja, dus ook omdat je dat vaak als sociaal iets doet. Hè? Dus je gaat met vrienden eten. Of ja, in deze tijd ga je dan niet zo uit eten. Maar in ieder geval dan... S'avonds hebben wij altijd de meest uitgebreide maaltijd. Ja, het is s'avonds sowieso. Ja, het is avond. Ons moment. Ja, maar ik kan wel heel de dag eten. Jawel, natuurlijk. Maar ja, 's ochtends, soms neem ik een yoghurtje mee in de auto en eet ik dat. Is dat mijn ontbijt? Soms doe ik het wat uitgebreider, soms maak ik een smoothie. Jij bent wel wat meer van het ontbijten. Maar ja, ik moet eten. Anders lunch... is voor mij een boterham tussendoor. Ja, meestal ben ik dan op stal bezig. Kijk, ik vind het ook geweldig om ergens wat te gaan eten als je een dagje weg bent of zo. Maar meestal is het gewoon op stal even een boterhammetje tussendoor of even een saladetje. En dan gaan we weer door. Dus ik denk dat het diner is wel voor ons wel Okay, de volgende. Mooiste en lekkerste maaltijd. Ik heb heel veel leuke dingen al wel gedaan in mijn korte leventje, maar ik denk de vakanties die ik apart met mijn ouders heb gedaan. Dan ben je... Ik heb met beide ouders gewoon echt met de tweeën een vakantie gedaan. Van 3 weken ongeveer. En dan ben je toch echt... Ja, dan ben je echt met z'n tweeën weg van huis. En dat is toch denk ik speciaal als je dat met je ouders doet. Ja. Een van mijn mooiste herinneringen is dat ik voor een gevuld stadion in Park Brakkestein. Dat was in Nijmegen het Nederlands kampioenschap in 2005. Dat ik daar derde werd op Nederlands kampioenschap. Achter Ankie van Grunsven en Edward Gal. En ik reed daar toen voor het eerst mijn nieuwe Queen-kuur van Joost Peters. En dat was gewoon een fantastische apotheose. En applaus van het publiek. Ja, dat blijf je gewoon bij. En ik weet nog dat ik op dat podium stapte en dat ik het ook echt besefte, zeg maar. Dat ik dacht, oh wow, weet je wel. Ja, Ankie en Edward keken heel erg tegenop. En
ja, ik weet niet wie er allemaal achter hem stonden. Sven Rotenberger, Imke Schelkes Bartels. Ja, er zat een heleboel namen achter me die ik niet achter me had kunnen denken. En ja, dat was toch wel heel bijzonder. En toen weet ik nog dat ik op dat podium stapte. En ja, ik was 23, dus dan ben je echt nog een broekie. Dus dat was wel echt, wat ja. Zeg je? Oh, sorry. Ik ben ook 23. Ja. Ja. Dat is het bij mij wel overduidelijk. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. KUT, kut. Ja, ja, kut. Kut, kut. Dat zeg ik heel vaak. Nee, kut bedoel ik, kut. Ja. Ja. Nu is het niet meer grappig. Nee, ja, ik weet niet. Wat, ik heb niet echt een stopwoordje, denk ik. Of wel? Ja. Wat bij de meeste Nederlanders denk ik een stopwoordje is. Ik weet het niet. Weet ik ook niet. Nou. Favoriete ruiter of trainer? Ja, dat is voor mij, als je vraagt naar favoriete trainer, dan is dat, of ja, favoriet, ik vind het, er zijn natuurlijk een heleboel namen. Ik bedoel, ik heb heel veel geleerd van Jurgen Koschel, die bondscoach is geweest van Nederland. Chef Jansen heb ik heel intensief getraind. Mijn vader natuurlijk. Maar als ik een legendarische trainer, die mij nog, ja, ook omdat er een bepaald mysterie omheen hangt, of hij was altijd een beetje mysterieus met zijn hoedje op. Hij leeft ondertussen niet meer, maar dat was Dr. Uwe Schultenbaumer. Dat vond ik een hele bijzondere trainer. En ook omdat, ja, toen ik zijn trainingsmethode voor het eerst zag, dat hij Ellen Schultenbaumer aan het trainen was, zijn stiefdochter, op het EK Jongrijders in 1998. Toen, ja, alle Nederlanders die keken daarna van, wat is zij nou aan het doen? En een soort, ja, lang en laag. En dan geen pas hetzelfde. Het was iedere keer schakelen en weer terug. En weer die hals verlengen en een hele aparte manier van trainen. En ik weet nog dat ik daarnaar stond te kijken. En ja, er waren mensen die oordeelden daarover. En ik dacht gewoon, goh, apart. Wat is die? Ja, ik vond wel heel duidelijk dat hij aan het gymnastiseren was. Dus ik heb wel bij verschillende trainers gelest, getraind. Hoe zeg ik dat? En ik ben eigenlijk met iedereen die mij geholpen heeft blij. Ik denk dat iedereen je wat goeds mee kan geven. Maar degene waarvan ik denk dat ik haar echt heel fijn ga vinden, daar heb ik nog geen les van gehad. En dat is Ricky Jong. Ja. Ik heb wel een paar keer meegekeken bij lessen van haar. En zij is zo direct en duidelijk. En ja, ik denk dat dat voor mij wel goed is. En ik denk ook niet dat ik tegen haar inga als wat ik bij jou doe. Favoriete app? Bij mij Instagram. Ja, nou, dat was het bij mij ook. Alleen ik ben sinds kort zonder Instagram en zonder Facebook. Omdat iemand waarschijnlijk mijn Facebook-account heeft gehackt. En ja, daarna is de boel geblokkeerd en verwijderd. Dus dat is even jammer. Seizoen, zomer. Ja, en voorjaar. Ja, voorjaar en zomer. Voor mij voorjaar vind ik echt heerlijk. Het favoriete seizoen is voor mij wel echt. Ik vind in de zomer. Voorjaar en ja, zomer. Maar ook omdat in het voorjaar en de zomer, dan heb je altijd de leukste wedstrijden. Of het nou selectiewedstrijden zijn, of het Nederlands kampioenschap, of CHO Rotterdam. Weet je wel, ja, dat was natuurlijk voor mij als bestuurslid altijd een hoogtepunt. En dat is nu allemaal niet. Ja, we hebben een voorjaar waarin gewoon helemaal geen wedstrijden zijn. Ja, dat is eigenlijk heel, heel, ja, heel vreemd. Maar dat is wel. Met de paarden gaat het dan weer. Maar ook, ik bedoel, in de zomer als het dan warm is, dan staan we vroeg op, doen we de paarden vroeg. En dan kunnen dan wel. En dan vinden we wel opeens lekker om vroeg op te staan. Ja, nee, voorjaar en zomer heb ik ook helemaal geen moeite met vroeg opstaan. Alleen dan nog steeds denk ik dat ik meer een avondmens ben. Ja, maar ja, ik ook. Lekker wijntjes drinken. Ja, die moet voor mij nog komen. Ik heb er wel al heel vaak over gedroomd, maar nee. Nee, nou, je hebt ook wel bijzondere prestaties al neergezet. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik ben in een jaar tijd, een jaar en een maand was het volgens mij, dat ik van de B naar de Prince George ben gegaan. En, met Hero, ja. Ja, en dan veel gewonnen en in Kaas. Nou, Prince George gewonnen wel een paar keer, twee keer. En, ja, en
Ja, ook twee keer nog maar gestart. Bij de Crow in Zeeland, ik bedoel, dat is thuiswedstrijd, maar dan als je daar wint in de Prinses Joris, ja, dat is toch... Ja, en de Nederlandse kampioenschappen brons, dus ja, dat... Nee. Dat ja, mijn mooiste sportmoment, ja, dan heb ik er weer twee. Dat was de Grand Prix Special op Indoor-Brabant. Dat was voor het eerst dat ik voor zulke... In 2005 was dat. Dat was voor het eerst dat ik voor zulke tribunes reed met Hexagon's Allride. En in de Grand Prix had ik niet zo goed gereden. En ik was net Nederlands kampioen geworden, indoor, in Roosendaal. En toen mochten we naar Indoor-Brabant en toen reed ik daar eigenlijk niet zo goed. En de tweede dag revancheerde ik me zo fantastisch in die special dat ik zelf al afgroette en een soort van brok in mijn keel voelde. En toen kreeg ik werkelijk waar een staande ovatie. Nou, een staande ovatie van, weet ik veel, hoeveel, 5000 man of zo wat er in de Brabanthallen zat. Ja, ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen van ontroering. Dus dat is gewoon iets wat je nooit meer vergeet. Ik denk, hè? Ja, ik vond het zelf ook wel goed, weet je wel. Ik was zelf ook al helemaal ontroerd door mijn paard. Of ja, ik weet niet, de eerste dag was hij een beetje gespannen. En die tweede dag gaf hij zich helemaal. En dat was, ja, dat was voor mij iets een heel emotioneel moment. Was heel bijzonder, vergeet je nooit meer. En als ik moet kiezen voor het mooiste, het in het oog, meest in het oog springende moment van mijn sportcarrière, dan was dat de gouden medaille op het EK in 2007. Dat was voor het eerst dat het Nederlands team eigenlijk van Duitsland wist te winnen op een groot kampioenschap. En daar was ik bij. En dat was een historisch EK voor de hele Nederlandse dressuursport, zeg maar. Dat was met Ankie en Imke en Hans Peter. En ja, dat was heel gaaf om daarbij te zijn en natuurlijk historisch goud. Alleen de emotie van Indoor-Brabant, dat is voor mij iets... Ja, dat was voor het eerst dat ik dat meemaakte. Echt een schok was dat om mee te maken. Dus dat, ja, dat vergeet je nooit meer. De volgende. Beautygeheim. Schat, vertel eens, wat is jouw beautygeheim? Nou, ik doe er eigenlijk niet zoveel aan. Nee, je bent gewoon altijd heel... Nou ja, ik heb niet altijd mascara op als ik wakker word of zo. Maar dat heb ik nu even voor een filmpje gedaan. Maar ik ga niet naar een schoonheidsspecialist. En ik ben eigenlijk... Vind je dat niet vervelend? Ik heb ook nog met een paardenmake-up op of zo. Dat is best... En thuis, dan kom ik thuis en dan loop ik altijd mijn roze badjas met mijn haar gepluist en dode haar. Ah, ik vind het wel leuk als ik je af en toe helemaal mooi en netjes zie. Ik weet niet waar we nou laatst naartoe gingen. Maar toen dacht ik wel van, goh, wat is toch een... Een knap koppie, weet je wel. Dat is wel fijn. Is het af en toe, ja, dan valt het opeens op. Ja, maar als je het iedere dag ziet, dan wen je er ook weer aan. Dus het is wel goed zo. Het is wel goed dat het af en toe... Ja, ik doe er helemaal niet zoveel aan. Ik doe wel iedere dag dagcreme op. En ik slik wel omega 3 en zo. Ja, en maar dat is ook mijn beauty geheim. Want ik zeg altijd, ja, ware schoonheid zit van binnen. Als man, ja, ik heb wel zo'n crème van Nivea wat je af en toe op kan doen en zo. En soms doe ik dat wel eens als je na het douchen een beetje droge huid hebt. Weet je wel, logisch dat je dan even wat op je huid smeert. Maar ja, ik heb niet, wat dat betreft niet echt een beauty geheim. Behalve dan dat ik bepaalde supplementen slik. Hè. Vitamine C is heel belangrijk. Ik slik een multivitamine omdat ik... omdat je anders rimpels krijgt? Nee. Omdat dat goed is als je veel sport. En ik ben altijd... altijd nogal actief bezig, dus... Jij weet het van mij, hè? Ja, ik weet het van jou. Ik schreef altijd in vriendenboekjes, dan schreef iedereen op dat ze juf wilde worden of de fijne trainster. En ik schreef op dat ik heks wilde worden. Nou, dat is gelukt. Ja. Ik wilde vroeger altijd profvoetballer worden. Dat is ook niet gelukt. Nee, dat is niet gelukt. Nee, bij jou is wel gelukt, hoor. Maar bij mij is het niet gelukt. Ik had echt op mijn 14e, 15e echt de overtuiging dat ik profvoetballer wilde worden. En ja, ik vind nog steeds voetbal fantastisch om te doen. Het is een van mijn hobby's. Ik voetbal nog steeds in een zaalvoetbalteam met vrienden. En ik heb heel lang op het veld gevoetbald. Ja, er is niks mooiers dan vers gemaaid gras en een team. En ja, jezelf helemaal leeglopen, want dat doe ik dan natuurlijk altijd. Hond of kat? Ja, hond. Ja, ja, voor ons allebei honden. We hebben twee honden. Ja, maar ik heb ook een kat, maar die woont bij mijn vader. En ik vind babykatjes heel leuk, maar ja, ze worden ook groot. En ik weet niet, ze luisteren niet. En straks beledig ik allemaal kattenmensen. Maar als ik een kat optil, ze vinden mij nooit leuk. En ik vind ze dan dat eigenlijk wel... meer over jou dan over ja, maar kat. Dan vind ik ze heel leuk, zeg maar. Alleen ze vinden mij nooit leuk. En nu heb ik het opgegeven en nu vind ik katten ook niet meer leuk. Oh ja.
Nee, maar we hebben twee honden waar we ons leven mee delen. Boven de paarden of buiten de paarden. En dan is er ook weinig ruimte voor katten, want ik denk dat ze de hele tijd achter elkaar aan zitten. Dus. Ja. Snack. Wat is je favoriete snack? Ja, chocoladepinda's of zo. Altijd, ja. Voor mij chips. Een lekkere Hollandse jongen. Ik vind sowieso een lekkere zak chips. Maakt niet uit wat voor smaak, lust alles. Nu is er een appelbol, die ga ik zo maken. Ja, dat doet zij. Maar dat is zij geen maakt snack. Altijd appelbollen. Nou, is dat een soort toetje? Is het? Ja, dat is een toetje. Maar snack tussendoor. Ja, die mag jij zeggen, want ik ben niet zo'n. Ik hou wel van vakantie, maar ik ben niet heel ervaren met op vakantie gaan. Dus, het klinkt echt, vind ik heel zielig klinken, want ik hou heel erg van vakantie. Ja, maar ja, we gaan. Passen wel bij elkaar. Maar ik wil wel op vakantie. Ja, ik ben wel over de hele wereld al geweest en ik heb ook al vakanties in mijn eentje en zo gedaan, weet je wel. In 2010 ben ik naar Fiji gegaan en Fiji was heel indrukwekkend, mooie natuur, heel puur, de mensen daar die heel puur zijn. Ja, dat geloof ik. Mijn zus is er ook geweest en die, ja. Het is gewoon heel bijzonder, maar een vakantieland, ja, kijk, dan zou ik zeggen Spanje of zo, want Spanje, daar ben je zo en dat is altijd lekker zonnig en, Ja, dat is als je even kort op vakantie gaat, omdat je weinig tijd hebt, dan Spanje of Italië of zo. Italië kan je lekker eten en, ja, allebei. Dan ga je naar Europa, maar als je echt weg wil, omdat je, tenminste jij duikt niet, maar ik vind duiken heel leuk. Dat zou ik ook wel willen doen. Ik ben wel een keer naar de Cayman Islands geweest en daar heb ik ook wel gesnorkeld bij koraal en zo. Ja, dat is natuurlijk geweldig om te zien. Maar dan moet je wel verder weg. Maar weet je, dat is wel lastig met als paardenmensen, zeg maar. Ik zou niet echt heel lang van huis willen ook. Hè. Ik bedoel, ja, dat gaat nu. Twee weken van huis is echt wel een soort van max. Dat, wat ik zou willen. Ja, maar ik zou nu ook dat ik denk, jeetje, dan staat je paard. Ja, ze staan niet stil, er wordt voor gezorgd. Alleen, ze krijgen ook al beweging, maar ja. Je gaat toch met een ander gevoel. Ik zou nu niet meer zo lekker als vroeger 2 weken lang van huis gaan. Ja. The Voice Kids, dat is voor mij, dat is ook omdat het nu op televisie is, maar dan op vrijdagavond, The Voice Kids, ja, vind ik geweldig. Die kleine, soms weet ik veel, 11 jaar of zo, en dan komt er een geluid uit die strot dat je denkt, hoe is het mogelijk? En ook, niet alleen het geluid, maar ook zangen. De emotie van die blije ouders. Ja, maar de blije ouders, maar ik bedoel ook de emotie die kinderen overbrengen, want ik vind dus... Zingen is emotie, is het overbrengen van emotie. En als je dan hoort wat voor snik een kinderstem soms al heeft, dan denk ik, nou dat kan helemaal niet. Je kan dat helemaal niet. Hoe ken jij die emotie? Maar dan brengen ze het zo goed. Ja, ik vind dat geweldig.